Welkom alweer bij de volgende uitzending van Obla Online TV voor overheidsmanagement. Vandaag 4 gasten over Europa, Europa, best belangrijk, gaan we het zo over hebben. 4 gasten, ik vraag zo meteen iedereen achtervolgens even te introduceren wie waar vandaan komt en waar we het over gaan hebben. Harry Scholtes, gemeentesecretaris Middelharnis, national expert bij de EIPA. Bernard Steunenberg, hoogleraar bestuurskunde Universiteit Leiden. Astrid Wij, hoofd EU van de Randstadcoördinatie. Op toelichten. Evert-Jan Mulder, hoofd Publiek Europa. Astrid, mag ik bij jou beginnen? Ja, dat mag. Astrid Wij, ik ben de Randstadcoördinator in Brussel. Ik zeg dat er ook expliciet even bij. In Brussel werken we namelijk als Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland samen als het over Europa gaat. Volgend jaar al 20 jaar. En ik ben dus verantwoordelijk voor die samenwerking in Brussel. Een soort van gezant namens de provincies. Ja, maar wij werken daar met z'n 7 in totaal. Elke provincie heeft daar ook zijn eigen vertegenwoordiging zitten of lobbyist. Dat is hetzelfde als het Huis van de Provincies? Wij zitten in het Huis van de Nederlandse Provincies, samen met mijn collega's van de andere provincies en landsteden. Bernard Steunenberg, hoogleraar bestuurskunde en tegelijkertijd onderzoeker van Europa. Dat is denk ik de introductie in dit debat. Wij doen in Leiden veel onderzoek naar hoe Europa ook in Nederland zeg maar, naar voren komt. Hoe Europa met Nederland is gemengd. En daar kijken we naar verschillende projecten waarbij over uitvoering wordt gesproken. Over de wijze waarop besluitvorming plaats heeft. En ook over zaken zoals grenseffecten. Waarbij gemeenten bijvoorbeeld weer met Europa van doen hebben. En grenseffecten dan zijn dan zeg maar die interessante problemen die kunnen ontstaan omdat aan de grenzen begint een andere lidstaat. En we hopen dat Europa dat kan mede helpen op te lossen, maar soms is dat wat lastig. Ja. Wat zijn voorbeelden van, wat is je laatste onderzoek? Het laatste onderzoek is onderzoek naar onder meer hoe de Nederlandse Tweede Kamer zich met Europa bezighoudt. Dat is in de afgelopen jaren enorm veranderd. Het behandelvoorbehoud is geïntroduceerd met het verdrag van Lissabon, dat is iets wat niet Lissabon voorschrijft zozeer, maar wat de Nederlandse Kamer als nieuw element heeft ingebracht. En we hebben gekeken van hoe die Kamer dat gebruikt. Nou, daar wordt nu steeds meer gebruik van gemaakt. En een van de leuke dingen die we vonden is dat daar eigenlijk die partijpolitiek die we kennen veel minder een rol speelt. Dus je krijgt bij het steunen van bezwaren in het kader van is een bepaald voorstel in Europa nou goed of niet, zie je allerlei coalities ontstaan die zeg maar normaal gesproken niet in de Kamer voorkomen. Ja, dus GroenLinks gaat samen met de VVD en de PVV bezwaar maken tegen een bepaald punt. Nou, al dat soort combinaties zie je terug en dat vind ik op zich wel heel apart en leuk. Dankjewel. Gaan we zo meteen op door. Dankjewel. Harry Scholtes, ik ben secretaris van de gemeente Middelharnis en ik ben inmiddels part-time werkzaam bij EIPA. EIPA staat voor? EIPA, dat is het European Institute of Public Administration. Het is een opleidingsinstituut voor ambtenaren uit Europa en niet alleen uit de Europese organisatie, maar ook uit allerlei Europese landen die daarheen komen om kennis op te doen. En daar is een tak bij waarbij dus elk land iemand uitzendt en die zijn kennis die hij in al die jaren heeft opgedaan overdraagt aan ambtenaren van andere gemeenten, provincies uit andere Europese landen. Ik vertegenwoordig Nederland daarin. Mijn vakgebied zal zijn het change management en ik ga iets doen met gemeentelijke herindelingen, want dat wordt in heel Europa, schijnt dat een hype te worden. Gaan we dan leren of gaan we brengen? Wij gaan brengen en natuurlijk hopen we dat de mensen ervan leren. Want het is niet alleen de positieve dingen, maar ook toch ook de gevolgen die dat kan hebben. En ik heb daar bijvoorbeeld iets op gedaan over hoe het in Denemarken is gegaan. En zo kun je die vergelijking een beetje maken. Ik kan mensen ook die nu bij Nederlandse gemeenten werken echt adviseren om eens een keer op eipa.eu te kijken. Daar zitten verschillende leuke opleidingen en seminars in waarin je eens een keer sprekers uit andere landen hoort. En dat kan je toch erg goed doen in je eigen ontwikkeling. Gaan we zo meteen op door. Ja. Evert-Jan. Dank. Mijn naam is Evert-Jan Mulder. Ik werk voor Publiek Adviesorganisatie voor de Nederlandse publieke sector. En wat doen wij op het gebied van Europa? Dat is eigenlijk een breed scala aan diensten. We adviseren vooral ook over hoe Europa Nederlandse overheden raakt en wat ze daar eigenlijk mee moeten doen. We leiden op. Want het blijkt toch nog wel dat Europa voor veel ambtenaren eigenlijk nog
een beetje de verf van een bedshow is. Dus welke competenties hebben ze nodig als ze naar Brussel gaan? En ook hoe moeten ze in hun dagelijkse werk eigenlijk naar Europa kijken? Plus belangrijke activiteit. Europa, dat ziet er natuurlijk altijd heel monstrueus en veelomvattend uit. Als je dus als organisatie afvraagt, what's in it for me, waar moet ik op letten, dan verzand je al gauw. Dus we helpen ook bij monitoren en alert zijn op wat er dus uit Brussel komt. Europa is voor ons overigens niet alleen maar Brussel. Wij kijken ook naar wat kan de Nederlandse overheid van andere landen leren. En omgekeerd, wat kunnen wij brengen naar andere landen. Zo zitten collega's van me nu ook in Griekenland, om daar bijvoorbeeld te helpen. We hebben collega's die naar nieuwe lidstaten, Kroatië is een nieuwe toetreder, daar geholpen hebben om bijvoorbeeld een bedrijvenloket op te zetten. En wij helpen dan vooral op het gebied van moderne overheidsdienstverlening, waar dus ook vaak ICT een rol bij speelt. Ja, en het agenderen van Europa. Even dan dus de trigger voor de uitzending vandaag. We hebben het dus over Europa en waarom gaan we het überhaupt hebben over Europa? Dat was de trigger, samenwerken met het publiek, ook deze uitzending. En we kwamen ook eigenlijk tot de vraag van waarom zouden we het erover moeten hebben? Wat is nou belangrijk voor Europa? We hebben het regeerakkoord gelezen, Nederland en Europa. Er staan positieve, negatieve dingen in. Daar gaan we daar iets dieper op in. Volgens mij, ik zou graag willen beginnen met de eerste vraag. Voor de mensen die eerder keken, Ola, gaan we een klein beetje iets meer gestroomlijnd in een vragenset organiseren. Realiseren we ons als Nederlandse overheid hoe belangrijk het is om succesvol in Europa te zijn? Je hebt het over wat gebeurt er in andere landen? Ik denk, het hangt te denken vanaf aan wie je het vraagt. Dus daar zitten enorme grote verschillen in. Maar goed, als ik even spreek voor de regio Randstad, zijn we volgend jaar 20 jaar actief in Brussel. Dus dan denk ik van we professionaliseren daar ook aardig in. Dus wij zijn ons daar wel van bewust. Betekent nog niet automatisch dat iedereen in de provincie zich daar ook van bewust is. Dat proberen wij ook te doen. Maar wij hebben een viertal onderwerpen die we in Brussel eigenlijk behartigen. Dus waarom is het belangrijk? Nou, dan kijken we vooral naar de onderwerpen waar we als regio ook wat neerslaat in wet en regelgeving, zeg maar, in de provincie. Wat zijn dan vier thema's waar wij... Zijn toekomstregionaal beleid, structuurfondsen met name, dat kennen de meesten natuurlijk wel. Misschien niet iedereen, maar die is voor de regio heel erg belangrijk. En ik lach er een beetje bij. Gaat het over geld halen? Ja. Dat is geld halen. En dat is niet het belangrijkste, maar is niet onbelangrijk. En we hebben duurzame leefomgeving, dus dan heb je meer de milieuwetgeving. Luchtkwaliteit bijvoorbeeld slaat toch heel erg neer in de regio. En de regio Randstad staat niet bekend om zijn hele schone lucht. Dus daar wil een bijdrage aan leveren. En dan eigenlijk meer van, dat is brengen, meedenken. Om dus te zorgen dat het goed terugkomt, zeg maar, in de regio. Kennis en innovatie. Wij doen niet zelf aan kennis en innovatie. Maar samen met die structuurfondsen willen we dat dus wel mede ondersteunen. Dus dan heb je het meer over de infrastructuur. En wat kunnen wij daar voor rol in spelen? Als je het hebt over de relatie naar je overheid, universiteiten en ook midden- en kleinbedrijf. En dan hebben we nog een landelijke gebieden onder stedelijke druk. Nou, dan, als je in de Randstad woont, dan hoef je maar naar buiten te kijken, dan weet je waar het over gaat. Maar dat is dus, en waarom doe je dat in Europa? Heb je het toch ook weer over deels geld halen, over landbouwgelden. Maar ook over samenwerking met steden daarin. En hoe hou je eigenlijk het gebied leefbaar, om het maar even zo te zeggen. Nou, een beetje een lang verhaal, maar dat is eigenlijk waar wij dus ons op richten. Dat zie je bij de gemeenten ook duidelijk, die onderwerpen terugkomen. Dat er eigenlijk nog te weinig kennis over bestaat om daar echt goed mee bezig te zijn. En daarom is het ook zo belangrijk dat Europa ook bij de lagere overheden onder de aandacht wordt gebracht. Heel concreet, middle harness. Wat zou je... What of all places. Ja, nee, maar stel ik ben beleidsmedewerker. Daar doen wij dus niets. Eigenlijk heel weinig of tot niets met Europa. En terwijl je toch ook als landelijk gebied onder die stedelijke, onder dat stedelijke gebied ligt, ben ik ervan overtuigd dat als je dat op een goede manier aanpakt, dan kunnen we daar ook inderdaad nog iets mee. En ik heb wel eens heel gekscherend gezegd, want jij zegt wel, het is ook geld halen natuurlijk. Maar bij ons op het eiland bijvoorbeeld, daar staan gewoon te weinig bordjes nog met behulp van Europa tot stand gekomen of iets dergelijks. En daar kun je gewoon veel meer mee doen. En Europa is een feit. Europa is er.
En laten we daar dan ook gebruik van maken. Dat is mijn stelling in ieder geval. Nou, misschien een wat andere visie ook op hetzelfde vraagstuk. Om te beginnen allereerst vind ik het ons ontzettend plezierig en ook zeg maar heel goed en gelukkig maar dat het kabinet Europa weer heeft teruggevonden. Ja. Dus in die zin gaan we de goede kant uit. Maar als je mij nou vraagt van wat is nou zeg maar de grootste uitdaging, dat is eigenlijk het aankoppelen, zou je kunnen zeggen, van Europa op zeg maar het Nederlandse bestuursstelsel. Dus als waren die slangen en buizen die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat het geheel goed werkt, om die nu te gaan maken. Want ik denk dat Europa goed werkt, ik denk dat Nederland goed werkt, ik denk dat ook in Nederland het voldoende duidelijk langzamerhand is geworden dat Europa er is en voor Nederland van groot belang is. Het zijn in termen van middelen, het zijn in termen van zeg maar eisen die gesteld worden aan de uitvoering, ook vooral bij gemeenten. Gemeenten hebben vooral met Europa te maken omdat ze heel veel moeten aanbesteden, ja. Milieuvergunningen, verlening enzovoort. Daar zitten heel veel Europese elementen in. Nou, die aansluitingsvraagstukken, daar gaat er soms bij mis. En dat kan betekenen dat je zeg maar niet zit bij de voorbereiding van een aantal dossiers. Je wil graag wat, maar je krijgt het niet voor elkaar. Of je gaat te laat van start wanneer het om die uitvoering gaat. En je weet ook niet goed wat je moet dan. Nou, daar moeten we wat aan gaan doen. En daarvoor is de Kamer aan het werk. Daarvoor zijn de gemeenten soms aan het werk. Niet alle gemeenten, grote vooral. Daarvoor moeten de provincies aan de bak. Nou ja, kortom, daar moeten we nog de komende tijd. En ik denk dat dat wel een proces van 10 jaar is. Zie je daar allemaal verschillen van? Je ziet veel verschillende landen. Zie je dat wij daar dat het net zo belangrijk vinden als Duitsland, als Denemarken? Ja, misschien nog even in aanvulling op wat Bernard zegt. Hè. Daar zitten de provincies, hier zitten de gemeenten. Ik ben het helemaal eens met Bernard dat Europa en Nederland beter verbonden moeten worden. Vergeet daarbij ook niet allerlei grote uitvoeringsorganisaties. Hè. De politie, we hebben het over de vorming van een nationale politie, maar criminaliteit is nou per definitie iets wat over de grenzen heen gaat. Dus dat moet je Europees borgen. Maar je moet niet alleen Europa aan Nederland koppelen en natuurlijk ook Nederland proberen een beetje te uploaden naar Europa. Maar we zitten nu natuurlijk, denk ik, voor een hele bijzondere uitdaging dat Europa zichzelf aan het hervormen is met allerlei voorstellen. Hè? Meer Europa, een bankenunie. En dat is naar mijn idee, als je het hebt over waarom is Europa belangrijk, niet alleen kijken hoe raakt Europa ons, maar Europa en de verdere toekomst, is dat een stabiele bestuurslaag. Ja. En kunnen alle lidstaten daar verder mee overweg met die structuur? En hoe krijgt dat vorm? Is een huis van de provincie, is dat, jullie zitten daar in het gebouw, jullie zijn het niet, maar hoeveel mensen zitten daar? En is dat veel of weinig in vergelijking met andere landen? Hoe belangrijk vinden, hoeveel mensen sturen wij vanuit Nederland naar Europa om Het huis van de Nederlandse provincie is er natuurlijk één, waar we als provincie zitten. Maar er zijn ook de 4 grote steden hebben ook nog een bureau. VNG zit ook in. VNG heeft een bureau, Twente heeft. Nou, er zijn verschillende overheden die een bureau hebben. Allemaal samen? Is dat nee, ze niet allemaal samen. En sommigen zeggen van jeetje, moeten die daar ook allemaal weer apart zitten? Anderen zeggen van nou ja, het misschien is nog niet groot genoeg. En als je kijkt naar hoeveel zitten er bij mij? Nou, meer dan 20. Ik ken ze niet. Ik heb ze niet direct allemaal geteld. Maar als je kijkt naar Noord-Rijn-Westfalen bijvoorbeeld, wat toch net zo groot is als qua gebied als Nederland, ja, daar zitten ze er wel meer met 30. Dus het is ook soms verhoudingsgewijs zit je er. Wat ik nog wel eventjes, mag ik nog even reageren op wat Evert-Jan zei. Hij zei van, wat halen wij aan Europa? Wat hebben wij aan Europa? Ik wil hem graag omdraaien. Wat kunnen wij bijdragen aan Europa? Ja, want Europa zijn we natuurlijk wel zelf. En ook een groot deel van wet, regelgeving, andere dingen, dragen wij zelf aan bij. Dus dat vind ik zelf wel een belangrijk. Als jij zegt, wat zijn we en wat is Europa en wat brengen wij? Bureau Renkema. Ik hoop bij iedereen bekend en zo niet huiswerk voor dit weekend om alle filmpjes te kijken. Eentje gaat over Europa, Europa, hoe je het uit zou moeten spreken. Volgens mij moeten we daar eventjes naar gaan kijken. Dan krijgen we een beetje beeld, wat is Europa en hoe brengen wij, hoe halen wij? Kunnen we die starten? Deze video is een uitgave van de Vereniging Stichting Europa Instituut Commissie in samenwerking met het internet. Hoi jongens en meisjes, vandaag gaan we het hebben over Europa. Europa ken je vast al. Ik zal het je nog sterker vertellen, je bent nu in Europa. Het kan er hartstikke leuk zijn. Misschien ben je er ook wel eens op vakantie geweest, met mama of met papa en Francine.
Heel veel mensen denken dat je Europa moet zeggen, maar dat is een misverstand. Je moet zeggen Europa. Dat komt nog van de oude Grieken. Nu denk je misschien, wat heb ik nou met Europa te maken? Nou, hoe denk je dat snackbar Europa aan zijn naam komt? Zie je, is het toch dichterbij dan je denkt. Noem zelf ook maar eens wat dingen op waarvan je denkt dat ze met Europa te maken hebben. Doe maar. Ja, heel goed. Noem er nog eens één. Ja, nog één. Ja, zijdelings. Nog eentje? Nee, dat is een provinciehoofdstad in Madagaskar. Maar goed geprobeerd. Hier zie je een oude satellietfoto van Europa. Gemaakt met een houten satelliet die aan een lier en twee paarden het heelal in werd gehesen. Met een beetje fantasie zie je dat Europa hier al de vorm heeft van een ezelsbruggetje. Maar ja, zie dat maar eens te onthouden. Vroeger hadden de landen die in Europa lagen vaak ruzie met elkaar en probeerden ze elkaar het leven zuur te maken, net als papa en mama. Op een dag zeiden ze, we wonen zo dicht bij elkaar, we kunnen eigenlijk veel beter allerlei dingen samen doen. En dan worden we vanzelf wel hele dikke vrienden, net als papa en Francine. Leermoment. Hoe vaak heb ik in dit filmpje nu al Europa gezegd? A. 5 keer. B. 51 keer. C. Je moet Europa zeggen. Leermoment. De Europese Unie is ooit ontstaan door alle landen samen te voegen die vanuit Zwitserland met één volle tank te bereiken zijn. Omdat de auto steeds zuiniger worden, is de EU zich steeds aan het uitbreiden. We rijden nu al bijna tot Turkije. Maar daar loopt de weg iets op, dus dat heeft nog wel even tijd nodig. Eén keer per jaar is er een bijzondere Europese feestdag. Op die dag staat iedereen even stil bij Europa. En die dag noemen we Zwarte Zaterdag. Als verschillende landen met elkaar samen willen werken en als vrienden verder willen gaan, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden. Vraag maar eens aan mama. Die afspraken tussen de landen worden bedacht door mensen in het Europees Parlement. Dat is soms best ingewikkeld met al die nationaliteiten door elkaar, net als bij jou in de klas. Gelukkig mogen deze mensen allemaal wel hun eigen iPod ophouden. En zo vergaderen de Europese parlementsleden dag in dag uit over zaken en ideeën die Europa beter kunnen maken. En de euro. En dan mag ik het denk ik nu wel verklappen. Op 4 juni is het weer zover. Dan zijn er weer verkiezingen. Dat betekent dat je ouders, verzorgers weer mogen kiezen wie er met wie in het Europees parlement mag zitten. Misschien wil jouw mama of papa zelf wel kandidaat worden. Vraag het maar eens als je naar de voorschoolse opvang wordt gebracht. Maar nu even niet, want papa is even met een meneer aan de lijn. Maar let op. Als je kandidaat wilt worden, moet je wel zorgen dat je je inschrijft voor 3 februari 1994. Dan is het nog op tijd geregeld. Huiswerk. Zeg tegen alle grote mensen die je tegenkomt dat ze moeten gaan stemmen op 4 juni. Als de opkomst dan tegenvalt, weten wij wie zijn huiswerk niet helemaal goed heeft gedaan. Huiswerk. Ben je zelf 18 jaar of ouder? Dan mag je zelf gaan stemmen en dan kan je je afvragen waarom je naar dit soort kinderachtige filmpjes zit te kijken. Nou jongens en meisjes, dat was het weer. Wil je meer weten over Europa of de Europese Unie? Nee, dat dacht ik al. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Jij maakte net al het bruggetje. We moeten Europa niet als pinautomaat zien. Klein beetje ook over het filmpje. Ja. Maar wat brengen wij nou? Wij zijn Europa. Ja. Wat zijn onze successen geweest? Wat hebben wij... Nou ja, dat wordt ons natuurlijk ook regelmatig gevraagd. En die zijn vaak wat kleiner. Als je successen in Europa denkt van de Nederlandse overheid, denk ik dat je even een onderscheid moet maken tussen nationale overheid, provincies en gemeenten. Als provincies proberen wij dus vaak stukjes tekst in te brengen in Europese voorstellen, zeg maar, zodat die dus gunstig terugkomen. Ja, en dan kan ik het niet heel erg spannend maken misschien, maar dat gaat hem dan toch vaak amendementen aanbrengen. En dan hopen en de lobby zo inrichten dat je dus iets terugkrijgt over een woordje peri-urbaan bijvoorbeeld. Als het gaat over... Ja, maar dat is een succes. Daar weten we nog niet precies hoe dat eruit gaat zien. Maar als ik toch nog eventjes mag teruggrijpen op iets van een succes die ik zelf een keertje behaald heb. Overigens nog in mijn vorige werk, toen ik voor het ministerie van OCW werkte, op een directie voor cultureel erfgoed, hebben we voor het Nederlands voorzitterschap in 2004 een onderwerp collectiemobiliteit tussen musea, uitwisseling van kunst geagendeerd.
En dat staat nu nog steeds in de plannen, zeg maar, voor het toekomstig cultuurprogramma. Hè. Dus dan spreek je wel over een termijn van nou, dat je meer dan 10 jaar moet hebben om succes te boeken. Maar dat kan dus wel. Maar een van de klachten, ik ben het helemaal eens dat wij veel te brengen hebben. Maar wat dan bijvoorbeeld praktisch een probleem is, is bijvoorbeeld om op ministeries een Engelse vertaling van een beleidsstuk te krijgen, daar het budget voor te hebben, zodat dat stuk ook door de ambtenaren van de Europese Commissie gelezen kan worden en zodat ze daar dus zeg maar hun voordeel mee kunnen doen. Je ziet veel organisaties. Hebben wij onze overheid goed georganiseerd om naar Europa te kijken? Ik denk dat we heel goed georganiseerd zijn in vergelijking met anderen in Europa. Dus wat dat er gaat, geloof ik nog niet dat Nederland slecht werk aflevert. Alleen, ik denk dat je altijd goed moet kijken of je het nog weer beter kunt doen. Nou, je kunt misschien zeg maar een aantal verbeteringsslagen maken door die coördinatie. Want Europa is natuurlijk ingewikkeld. Per jaar kom je daar vele voorstellen, misschien wel 2000 of meer tegen, om die coördinatie van die voorstellen en het zeven van die voorstellen om dat beter te laten lopen. Waarbij ook, kijk even naar provincies en gemeenten, dat degenen die met die uitvoering met name bezig zijn, betrokken worden bij de voorbereiding van nieuwe dossiers, bij de voorbereiding van nieuwe voorstellen. En dat is denk ik heel ingewikkeld. Tegelijkertijd, daar zouden we zeg maar als Nederland nog eens even goed naar kunnen kijken. Mijn beeld is dat, maar dat zeg ik als leek, ik heb nog steeds niet ergens in Brussel gewerkt, dat wij nog niet meedoen in de beleidsvoorbereiding in Europa, waar andere landen dat meer en meer doen. Ik denk dat dat een populair verhaal is om maar aan te geven. Daarom stel ik ook de vraag. Is, maar ik denk dat Nederland het wel goed doet. Alleen het punt van als je dat zegt is van dat je meteen denkt van oh ja, maar goed, dan kan ik achterover gaan leunen, zijn we klaar. Nee, je moet doorgaan. Dat is één. Twee, als je praat over wat zijn nou de grote successen, misschien moet je het omdraaien. Want Europa kent heel veel zaken waar de Europese Unie zich mee bemoeit en waar wetgeving op afkomt. Nou, het merendeel van die zaken, daar hebben we geen probleem mee. Dat glijdt als het ware toch makkelijk zeg maar, het systeem in, het openbaar bestuur in. Maar er zijn natuurlijk een aantal gevallen geweest waar we van gezien hebben van hey, hoe kan dat nou? Waarom is dat gebeurd? We praten over kaderrichtlijn water of we praten over de richtlijnen op het terrein van de kwaliteit van lucht. Nou, daar zijn dan problemen ontstaan die te maken hebben met die coördinatie. Is iedereen op een gegeven moment wel betrokken geweest bij de voorbereiding en weten we wat er aan de hand is? Nou, en daar kunnen we ons denk ik ook in de komende tijd beter op repareren. En daar is het werk van Astrid, de club natuurlijk, ontzettend belangrijk in, aangevuld ook met VNG om in die hele voorbereiding een steentje daarin bij te dragen. En hoe klein die amendementjes soms ook zijn, maar ze zijn ontzettend belangrijk om regelingen uitvoerbaar te maken. En van de andere kant, wat voor mij brengend is, wat Evert Jan zegt, wat hij in een Oostblokland doet met zo'n bedrijvenloket bouwen, ja, daar gaat mijn hart van bloeien. Daar kun je de gemeentelijke ervaringen die je hebt, kun je daar inbrengen. Dat zijn ook de voorbeelden. Dat gaat over wat haal en breng je uit. We hebben allerlei Interreg-projecten, waarbij we natuurlijk samen allerlei projecten opzien. Dat zijn populaire trajecten. Want dan gaat het over concreet kennis uitwisselen, samen projecten oppakken door Europa. Maar dat is natuurlijk een beetje te eenvoudig om Europa alleen maar te zien als een grote bak met geld. Want eigenlijk zijn dat onze centen. Ik zie het niet. Nee, het gaat mij niet om het geld van Europa. Kennis. Nee, het is kennis. Het is kennis om over anders. Kijk, het leuke weer. En ik denk dat dat ook een dimensie is die we beter in het oog moeten gaan houden. We kunnen zeg maar veel ontvangen door te luisteren naar anderen. Naar de Vlamingen, naar de Duitsers, naar anderen die op een gegeven ogenblik eigenlijk met hetzelfde problemen zitten. En simpelweg de vraag stellen van hoe doen jullie dat nou? Misschien doen ze dat op een manier waarvan we zeggen van, goh, leuk, kunnen we van leren. Misschien kunnen we dat ook gebruiken in Nederland. Dus er ligt als ware een enorm reservoir van kennis. Ja. Ook op het terrein van uitvoering, op het niveau van gemeenten en andere organisaties waar je op in kunt tappen. En waar je dan vervolgens je profijt van kunt nemen. Maar ik vind eigenlijk dan zeker in deze krappe financiële tijden, ik zie nog heel veel projecten en programma's die in Nederland worden opgestart, waarbij eigenlijk twee voor mij fundamentele vragen niet gesteld worden. Eerste vraag is van, zijn wij compliant met alles wat er op het gebied van de Europese Unie gebeurt? En met name, we hebben veel kijk op wat er allemaal in de wereld van de ICT gebeurt. Mm-hmm. Nou ja, Nelly Kroes, Digitale Agenda, Brussel houdt zich ook met dat onderwerp bezig. Ja. Dus dan moet je opletten dat je dus in de pas loopt. En het tweede is inderdaad,
Wat zijn de best practices van andere landen waar wij van kunnen leren? En bijvoorbeeld op dat gebied van bedrijven, loketten en overheidsdienstverlening. Bijvoorbeeld de Scandinaviërs en landen als Estland en Slovenië zijn daar eigenlijk wel wat verder in dan wij. Dus daar kunnen we ook zaken overnemen. En er zijn trouwens ook goede voorbeelden van. Zijn we dan één speler als Nederland? Als we het bijvoorbeeld hebben over ICT, dan beeld dat... Er zijn gemeenten bezig met een Europese cloudstrategie, BZK is ermee bezig, VNG denkt erover na. Ja, maar dat doen de gemeenten zelfs onderling nog helemaal af en toe apart. Dus laat staan dat je dat niveau hoger nog gaat. Dus, Nou, misschien moet je ook de vraag stellen of het wel erg is om het als één speler te zien. Kijk, zolang er maar communicatie en uitwisseling is, zolang men maar van elkaar weet dat men daarmee bezig is, denk ik dat je vooral zeg maar, de mogelijkheid moet bieden om iedereen, ook in Europa, de punten te scoren. En laten die gemeenten en provincies maar in Europa lobbyen voor de dingen die ook voor de Rijksoverheid van belang zijn. Kortom. Zie Europa als een plek waar we als Nederland gewoon moeten wezen, op verschillende niveaus. En laat het nou niet zeg maar in de handen van één. Ik zou, maar en het aantal tegengestelde belangen, dat valt er wel mee. Nou, die heb je altijd, dat heb je ook in Europa, in de zin van dat landen natuurlijk ook niet met elkaar altijd weten wat ze willen. Maar dan is het wel belangrijk dat je dat van elkaar weet. Hè? En dat proberen we dus ook, hè? En ook in het Huis van de Nederlandse Provincies. Ja, soms trekken wij als 12 provincies op. Soms doen we dat als regio Randstad. Ja. En soms doet een van mijn provincies dat alleen. Dus daar kan je, we agree to disagree, dat kan heel goed. En zeker met de Rijksoverheid is dat dus nu ook op het punt als het gaat over structuurfondsen. De Rijksoverheid wil ze niet ontvangen, voor ons zijn ze heel erg belangrijk. Nou oké, daar verschillen we van mening, maar dat weet je van elkaar. Nou, je probeert elkaar te overtuigen. Van je eigen standpunt, zal ik maar zeggen. Nou, ja, maar dat is het spel. Je hebt intern je positieve strijd. Ja. Vervolgens ga je verder. Zorg dat wij dan ook vindbaar zijn voor Europa. Barroso met zijn denktank. Weet hij dan wie die moet hebben als die Nederland wat wil vragen? Komt dat dan goed? Nou, ik denk dat de vraag meer is van, weet Nederland op tijd zeg maar, de adviseurs van Barroso te vragen? En ik denk dat juist een spel zou moeten wezen. Dus de vraag ligt eigenlijk als weer een stap daarvoor. Ja, precies. Dat je daarvoor zit en op een gegeven ogenblik al een paar ideeën hebt neergelegd van, kijk, dit zou misschien een hele verstandige route kunnen wezen. Nou, dat zijn zaken die, ik zal het graag van onderzoeken, maar daar is nog weinig kennis over hoe dat loopt. Maar ik hoor wel zo links en rechts dat men dat probeert te doen. Dus daar ligt de kans en tegelijkertijd ook de mogelijkheid tot een mooie beïnvloeding. Zou dat dan? Ik heb al een beetje de hele tijd in mijn linker ooghoek liggen hoor, het regeerakkoord. Maar biedt dit aanleiding voor ons om agenda-zettend te worden in Europa? Moeten wij, als we het hebben over duurzaamheid, moeten wij zorgen dat wij daar voorlopen in worden de agenda gaan maken? Of andere thema's? Ja, voorlopen met anderen, hè? Want anders ben je de zonderling in een groep van 27, dat wil je ook weer niet. Maar je wil graag natuurlijk met andere landen die gelijkgestemd zijn, punten aanbieden die ook voor Nederland van belang zijn. Maar luister naar anderen. Ik denk dat ook heel belangrijk is. Ja. Doe het met anderen. Anderen in Europa, in andere landen. Duitsland, Spanje, maakt niet uit. Zoek die contacten. Ja. Ook als lagere overheden. En dan kun je gezamenlijk presenteren. Gebeurt dat? Want je ziet hele mooie voorbeelden. Of, ja, het gebeurt, maar hoe zichtbaar is dat? Ja, als ik een samenwerking tussen Rotterdam, Barcelona, Londen, smart cities, dat volg ik wel. Hè? Want dan denk ik, ja, daar moet iets gebeuren en daar zijn dingen waar ik wat van kan leren. Open data, dat zetten zulke steden op de agenda. En daar kijk ik naar. Hoe zorgen we dat we die andere voorbeelden weten? Want dit komt om een van de redenen vanzelf naar mij toe. En dat vind ik en daar leer ik van. Maar die andere voorbeelden niet. Nou, ik vind dat was het punt wat ik dus ook eerder probeerde maken van welke vragen moet je dus stellen. Ben je EU-proof, maar ook is dit kunstje al eens een keer ergens anders gedaan? En ik vind vaak dat over de grens kijken, maar ik hoor graag daar ook andere verhalen over, dat wordt toch vaak nog een beetje gezien als snoepreisjes voor de bestuurders en dit en dat. Terwijl ik denk van nee, dat moet je eigenlijk structureel verankeren in je benadering van je eigen beleid. Namelijk kijken, hoe hebben andere delen opgelost en kan ik dingen overnemen of leren. Maar ik vind wel dat het structureel verankerd moet worden. En we moeten er niet zo krampachtig over doen dat ambtenaren of bestuurders over de grens in kijken. Maar ook kijken of ze dan goede kennis en concepten mee terugnemen. En die dan ook implementeren. Want, je mag best wat verwachten van mensen. Als, dat is een hele goede. Kijk naar het regeerakkoord, waarin nu heel duidelijk iets staat over
dat ze zeggen, we willen naar gemeente van 100.000 inwoners. Ja, mijn advies zou zijn, ga eens in Denemarken kijken. Daar zijn ze in één Big Bang van, ik geloof, 400 gemeenten teruggegaan naar 80. En hoe dat gegaan is, ik wil niet zeggen dat je daar nog eens een keer achter de oren krabt, maar dan zul je het proces heel anders invliegen. Ja. Ondanks het feit dat ik een groot voorstander ben van bestuurskrachtige gemeenten. Kleinere gemeenten. Maar want daar moet je echt iets mee doen met alle taken die je krijgt. Maar leer daarvan, leer daarvan. Ja. Mag ik nog eventjes zeggen, je vroeg van, hoe weten we nou welke best practices of worst cases, hè? Worst cases zijn misschien nog wel eens interessanter dan best practices, maar laten we toch even van de best practices uitgaan. Hoe weet je dat van elkaar? Nou, wij als regio's, hè, want we zijn natuurlijk zelf ook maar een kleine regio, relatief gezien. Hè? En hoe hoor je jezelf nou? Hoe laat je jezelf horen in Europa? Dat doen we dus vaak ook in coalities met andere regio's, hè? Gelijksoortige, gelijkgestemde. En daar zijn allemaal weer netwerken voor, waar dus heel veel van dit soort best practices ook met elkaar worden uitgewisseld. Dus daar heb je een platform om die uit te wisselen. En dan ga ik toch ook nog even reclame maken, zeg maar, voor de regio's en het comité van de regio's. Hoewel niet het meest effectieve orgaan in Europa, maar als je bij de open dagen komt, vind je daar honderden voorbeelden, zeg maar, over wat men doet. En daar kan je toch ook nog weer wat uithalen. In ieder geval dus om te zien van wat doen mijn collega-regio's of steden, ja. Zeg maar. Dus daar zijn verschillende gremia voor om de best practices te halen of ook te brengen. Maar zit dat dan bij mensen die daar dan toch al zitten? Om het zo maar te zeggen. Als ik, bedoel je Brussel zitten? Ik bedoel daar met het thema. Nee, ik heb niet het idee dat iedereen met Europa, en dat vond ik heel terecht, wat Evert-Jan zei, Europa is niet Brussel. Nee, Europa is heel Europa. Ja. Nee, Europa is Europa, ja. En dat zijn wij, en dat is ook kijken in Kroatië. Maar wel, je bent ergens bezig met het thema, zo heb ik het nu volgens mij nog georganiseerd, je hebt het thema Europa, of je hebt een thema buitenland. En je bent nog niet beleidsmedewerker X die nadenkt, ik moet hier nadenken over verkeersplan. Hebben ze daar ergens anders een goed voorbeeld van? Nou ja, je doet Europa niet omdat je Europa doet natuurlijk. Hè. Je doet Europa vanwege inhoud. En er zijn natuurlijk, net kwamen er al Interreg-programma's en andere programma's. Die programma's zijn instrumenten om het Europese beleid uit te voeren. Ja, klinkt wel heel erg ambtenaarachtig. Maar en een van de dingen, als je daar dus iets op wil doen, ja, dan moet je dus op zoek gaan naar partners. Ja. En dat is dus heel erg effectief. En dan ben ik het ook eens met ons, hè, om te zeggen van, naar het buitenland gaan is ontzettend effectief om dus te zien wat daar gebeurt. En dat wordt misschien wel eens te weinig gedaan. Als ik een voorbeeld in mag brengen. Morgenochtend toevallig zitten we een grote groep mensen bij elkaar met de vraag, krijgen we weer een nieuwe groep jeugdwerkloosheid? Wat moeten we doen? Kunnen we daar een oplossing voor vinden? Is dat een casus waar je denkt, moet je dat niet in Europees perspectief trekken? Want ik zie voorbeelden in Spanje, mensen van mijn leeftijd zie ik de straat op gaan roepend om werk. Zo erg is bij ons nog niet. Cijfers geven wel aan dat het wel vervelend gaat worden. Zijn dat vraagstukken waarmee je zegt, kijk daarmee over de grens heen? Daar kan je wat mee? Ik denk het zeker. Ja. Ik bedoel, volgens mij onderwijssysteem zijn we allemaal naar Finland geweest. Sociale zekerheid, Denemarken. Wat ze daar noemen streng maar rechtvaardig beleid. Hoge uitkeringen, maar ook stringent beleid om mensen weer aan het werk te krijgen. Op het terrein waar wij dan op zitten, EU-overheid, zijn er hele bussen met Nederlanders allemaal naar de Kruispuntbank in België geweest. Hè, want dat was het ultieme vehikel om efficiënt gegevensverkeer vorm te geven. Overigens inmiddels ook een soort best practice in het kader van de Wereldbank. Dus in die zin vind ik ook wel eens dat we wat meer mogen nadenken, ook binnen de overheid, wat zijn onze diamanten? En ik vind ons soms ook wel eens te bescheiden in waar we als Nederland goed in zijn. En we hebben een prins voor het watermanagement. Hè, en die wordt over de hele wereld gestuurd om die expertise te ventileren. Ik wil niet zeggen dat je zijn broer moet vragen om de goede overheidsdienstverlening uit te vinden. Maar ik vind wel dat we onszelf daarin relatief tekort doen. Wij zijn goed in dienstverlening. Wij zouden de andere landen in kunnen helpen. En ook weer kijken, wat doen ze in Denemarken? En dat en omgekeerd. Dus halen, maar ook brengen. Beter brengen. En nadenken over wat wij willen brengen. Hoe doe je dat? Want dan ben ik benieuwd. We hebben bijvoorbeeld een King, kwaliteits Nederlands gemeente, u bezig met verbeteren van dienstverlening.
Waar, en dat, daar kwam net ook een beetje mijn vraag vandaan. Welke instituten moet je hebben? Waar begin je met zoiets? Hoe krijg je Europa in de geest van een normale dag, zou ik bijna zeggen? Nou, ik heb een paar voorbeelden. We hebben veel met die uitvoerders te maken. Bijvoorbeeld, niet de populairste club, CJIB, die de bekeuringen in. Tegenwoordig moet dat ook, dankzij Europa, ook over de grens gebeuren. Dus als jij in Frankrijk te hard leidt, dan word je niet door die gendarmen meer aan de kant gezet. Nee, straks ploft die bekeuring gewoon hier. Maar goed, voor die mensen... Kunnen we die samenwerking nog tegenhouden? Ik vrees dat daar niks meer aan te doen valt. Daar hebben we vakkundigen geadviseerd. Ja, maar voor dank. Dat is, maar CJIB wilde zijn werkwijze voor het voetlicht brengen. Nou, die hebben een aantal andere landen en de commissie uitgenodigd in Leeuwarden om daar te komen kijken en daar gewoon 2 dagen een soort conferentie te houden van jongens, zo doen we dat. De commissie vertrouwde niet helemaal, want die zijn wel gekomen, maar hebben toch hun eigen wijn meegebracht. Maar zo kun je dus voor het voetlicht komen. Andere partijen ook. Die laten zich zien voor de commissie, laten zich zien voor de Europarlementariërs. En dan moet ik eerlijk zeggen dat Brussel veel toegankelijker is dan Den Haag. Je hebt veel eerdere afspraken met een Brusselse ambtenaar of een Brusselse EP'er dan een, en dan Brussel-Europese, dan iemand in Den Haag, vind ik. Geldt dat? Want jouw laatste onderzoek ging richting Kamerleden. Klopt. En een vergelijking met... Leren dan Nederlandse Kamerleden van Duitse parlementariërs? Ook, en ook van de Europarlementariërs. Die proberen ook, zeg maar, natuurlijk de Nederlandse parlementariërs goed te informeren over wat er speelt, wat er gaat komen en wat zeg maar, de echt politiek interessante dossiers zullen gaan zijn. Dus dat geeft natuurlijk alweer informatie. Alleen, ja, kijk, dat is de keerzijde. Processen staan onder tijdsdruk. En op een gegeven ogenblik is dat ook de grote tegenstander vaak in veel van die besluitvormingstrajecten. En dat er amper tijd is om die slagen te maken, de richting, zeg maar, lokaal bestuur enzovoort. En op een of andere manier moeten we daar eens over nadenken van hoe kun je dat toch inregelen. Zonder dat nu, zeg maar, een ambtenaar het idee heeft van, goh, ik moet me zo meteen maandenlang gaan oriënteren en ik moet eigenlijk morgen al een antwoord geven. En dat zijn de dilemma's waar men voor staat. Maar ik vind dat we dat, dat moeten we maar eens in debat brengen. Van hoe doen we dat nu? Doen we het wel goed? Kan het nog beter? En dat zal de Nederlandse zaak natuurlijk op een gegeven ogenblik goed helpen. Hoe gaat dat? Nou ja, ik moet wel inderdaad... Ja, je hebt helemaal gelijk. Want soms zijn de trajecten in Europa heel lang. Anderzijds moet je soms van de een op de andere dag reageren als iemand wat wil weten. Dat Europa proef maken, dat kwam al een keertje naar voren. Ja, dat proberen wij dus ook permanent te doen. Omdat wij zijn vooruitgeschoven, dus de inhoud, om even plat te zeggen, die hebben wij niet. Die komt, net als Nederland dat ook doet, de permanente vertegenwoordiging, lidstaat Nederland haalt zijn instructies uit de hoofdstad. Nou, zo doen wij dat ook, zeg maar, uit de provincies. Maar dan moet je dus je collega's wel goed meenemen om te zeggen van oké, hoe dat proces gaat, waar wij allemaal kunnen insteken. En dat is het gehele beleidstraject, zal ik maar zeggen, Europese Commissie voorstel voor die periode nog, wanneer het naar parlement en de raad gaat voor de besluitvorming en dan ook weer de uitvoering en dan weer even opnieuw. Op al die punten willen wij dus ook aangesloten zijn of onze kennis brengen, zeg maar, zodat we het later kunnen halen. Maar daar heb je dus je collega's voor nodig. En dat gaat wel steeds beter, maar dan moet je dus wel inzichtelijk maken van hoe het werkt. Nou ja, daar zijn jullie mede voor, hè? Dus daar werken wij ook op samen. Ja. Als je het zo vertelt... Haalt het mij niet over de streep om te zeggen, ik moet mij wat met Europa gaan bemoeien. Want dan leg je het proces uit hoe besluitvorming in Europa werkt. En nou heb ik dat ook nog een beetje in mijn studie mogen hebben. Dus ik heb daar nu een beetje een beeld bij. En het is waarschijnlijk eenvoudiger dan hoe wij beleid organiseren. Maar nog steeds, wat haalt mij nou over de streep om mij daar tegenaan te gaan bemoeien? Nou ja, ik denk inderdaad, als ik het proces uitleg, vast niet. Maar welk onderwerp interesseert je? Wat vind je belangrijk? En dan kan ik je zeggen dit kan het je eventueel brengen. Ja, ik denk ook niet dat de weg is om dat proces keer op keer uit te gaan leggen. Nee, de weg is dat je op een gegeven moment als organisatie voor organisaties weet van hoe dat gaat. En dat je, zeg maar, mensen enthousiast maakt over het feit dat je dus een stukje van wat je zelf wil terug kunt zien. En datgene wat wij, Europa dat zijn wij in Brussel ook weer besluiten. Dus dat je...
mensen informeert over, er gaat iets gebeuren wat volgens mij voor jou heel interessant is. Hoe sta je erin? Wat wil je? Oh, wil je dit? Aha, dan gaan we dat ook nu voorleggen en in een soort van notitie aanbieden aan hetzij de commissie, hetzij zeg maar wie dan ook op dit moment aan het werk is. Ja, dus dat halen, dat is wel een inspirerend voorbeeld. Ja, maar sterker nog, sommige problemen kun je natuurlijk alleen maar in Europees verband oplossen. Daar kunnen wij als Nederland lekker achter de dijken over in zitten nadenken. Ja, bij sommige dingen werkt het nou eenmaal niet zo. Wij zijn toevallig betrokken bij, jullie hebben allemaal een DigiD, om je belastingaangifte mee te ondertekenen. Ja, dat ding moet je dus ook over de grens kunnen gebruiken. Pensionado's aan de Spaanse kust, die hebben ook nog eens een keer met de Nederlandse overheid te maken. Die nemen dan niet het vliegtuig om daarvoor aan het gemeenteloket te verschijnen. Nee, het zou mooi zijn als die DigiD kunnen gebruiken. Hetzelfde. Middelharnis, weet ik niet of die er veel Belgen of Duitsers hebben die daar over de grens wonen. Maar gemeenten als Maastricht krijgen natuurlijk dat soort mensen wel aan hun dienstverlening en aan hun loketten. En die kunnen dus allemaal geen DigiD gebruiken. Nee, dus waar denkt Europa over na? Onder andere dus Nelly Kroes. Jongens, moeten wij niet zorgen dat dat ding over de grens kan opereren. Maar ondertussen hebben wij een initiatief Doorbraak in Dienstverlening. Groot gedeelte van Bestuurlijk Nederland wat volgende week bij elkaar komt om na te denken over de opvolger van DigiD. En daar kwam Europa niet in voor. En dat was mijn vraag. En het ging mij niet om het proces. Maar wat triggert nou zo'n groep mensen om na te denken, waar is Nelly Kroes eigenlijk mee bezig? En moet ik daar niet op aanhaken? Ja. Naast dat volgens mij allemaal vinden zou moeten gebeuren. Maar hoe organiseren we dat nou in de geest van mensen die ermee bezig zijn? Want dat is key is nu een van de alternatieven voor de opvolging van DigiD. Dat is niet Europees. Ja, nou ik hoop dat die mensen allemaal kijken en dat ze alsnog besluiten om iemand uit Europa voor dat onderwerp uit te nodigen. Ze lopen het risico op enorme desinvesteringen. Ja, dat is al vaker gebeurd dat Nederland heel geavanceerd bezig gaat, met prachtige oplossingen komt. En vervolgens op de dag dat zeg maar per wet van kracht gaat worden, komen we erachter van verdraaid, er is een parallel traject. Ja. En dat gaat zoals de andere kant voorbeelden? We hebben dat gehad op het terrein van genetisch gemodificeerde zaken. Wij waren daar nogal strikt in. Europa was parallel, jaren oud, parallel bezig. En dat paste helemaal niet. Ergo, we zaten daar een beetje met een kater. Nou, dat zijn zeg maar de grote uitzonderingen. Dat was ook heel erg laat. Maar het is natuurlijk mooi om, zeker bij zo'n voorbereiding en het denken erover en het uitdragen van datgene wat je weet, daar heel vroeg al in te zitten. Dus dat je zeg maar, als je praat over DigiD en alternatieven, dat je dat meeneemt en dat je dat verkoopt en zegt van kijk, zo kan het. En laat zien dat dat nog een best practice is in zeg maar het jargon. Doe dat. Maar dat betekent niet wachten. Niet wachten tot Europa al in actie komt, maar geef Europa de goede papieren mee. Dat is een stukje lobbywerk in feite. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, moet ons Nederlands openbaar bestuur een soort van lobbyist gaan worden. Wij moeten onze ideeën uitdragen en dat in een vroegtijdig stadium in Europa aankaarten. En daar moeten we nog aan wennen. Ja, en dan is het eigenlijk, en om dat te doen, want ik denk altijd dat dat dan heel erg ingewikkeld is, maar bij de Europese Commissie verhoudingsgewijs werken ook weer niet zo heel erg veel mensen. Precies. Dus die zijn altijd op zoek naar ook goede voorbeelden om hun eigen beleid. Dus is het ook vrij gemakkelijk, relatief gezien, om daar aan tafel te zitten. Dus ook om zo'n voorbeeld naar voren te brengen. De Europese Commissie wordt vaak opgeblazen, maar het is een hele kleine club Rotterdam zeg maar de omvang van onze Belastingdienst. En dan mag je de tolken dus er nog weer bij tellen. Dus we praten over een heel klein groepje van mensen die natuurlijk schreeuwt om informatie, schreeuwt om expertise. En vanzelfsprekend heel veel gehoor geven aan diegene die hun wil assisteren en meehelpen. Dus het is ook een stukje bewustwording hier, dat we dat pad moeten gaan behandelen. Dat je dus ook invloed hebt als je daadwerkelijk. Als ik dan denk aan de EIPA als instituut, wat staat daar dan voor komende tijd op de agenda? Waar ik denk, daar moet ik als overheidsmanager iets mee. En dat zijn ook thema's waar ik op een gegeven moment invloed op heb. Dat klopt. Ik heb daar nu wat gesprekken gevoerd en wij zijn in ieder geval tot de conclusie gekomen dat wij nu gaan werken aan een soort seminar voor echt burgemeesters en wethouders. Om die echt met Europa te gaan confronteren. Wat betekent Europa nu voor een gemeente?
En dan kijken of je dat weer als een soort olievlek kunt doen. Wij gaan daar mensen die in het Europees Parlement hebben gezeten en nu burgemeester zijn, in een Nederlandse gemeente over benaderen, of die ons daarbij willen helpen om tot in ieder geval die bewustvorming over te gaan. Jullie zijn van harte welkom. Dat is heel belangrijk. Wij gaan naar het Huis van de Provincies. Dat is, die staat op mijn lijstje om te bezoeken. Ik kom eigenlijk mee in Denemarken kijken. Volgens mij is dat. Wat gewoon je zegt is heel belangrijk. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan recent. En kijken naar doet nou zeg maar gemeenten functioneren, ook in de richting van Europa. Nou, daar kun je hele lange verhalen over houden. Maar in de kern komt erop neer, op het moment dat je bewust bent dat er is en dat het een rol speelt, dan heb je zeg maar de helft van de wedstrijd al gewonnen. Ja. En dat is een hele opmerkelijke bevinding in zeker opzicht. En dat betekent dus ook dat gemeenten die dat een beetje doen, meer succes ook gaan hebben. En dat vertaalt ook terug in allerlei zaken die lastig soms zijn. Ik denk even aan aanbesteding. Dat zijn nog een paar hele interessante onderwerpen. Maar het geldt ook over voor zaken die natuurlijk typisch Nederlands zijn. Kan ik misschien een subsidie krijgen uit Europa? Ja. En daar zagen we ook nog dat degenen die daar een kleine succes hebben geboekt, dat ze vervolgens steeds beter gaan worden. Ja. Dus wat moeten we intern op orde hebben? Dan vragen we, wat moeten we intern als Nederland nu nog verbeteren om dit soort dingen beter te doen? Ja, kijk, mijn pleidooi is van, het is dat aansluitwerk. Zorgen dat je niet als eenling denkt van, ik ga dat nou eventjes regelen, maar dat we met z'n allen realiseren en ook zeg maar daar ons voor inzetten dat het Nederlands openbaar bestuur, gemeenten, provincies, al die lagen die we vervolgens krijgen en organisaties die we kennen, ook in de uitvoering, dat dat beter bij elkaar gebracht gaat worden. Opnieuw niet om een minister alleen op stap te sturen, nee, om gezamenlijk in feite die boodschap van Nederland in Europa, maar ook in de Europese lidstaten uit te dragen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar dat begint bij mensen die het belang en het en ook zeg maar de kansen die Europa biedt, zien en kennen. En in die zin, we hebben net even naar dat filmpje gekeken, dat was natuurlijk Europa voor dummies. Wat mij betreft, nou ja, niet dit soort filmpjes, maar mogen er veel meer van dit soort filmpjes komen om mensen bewust te maken dat Nederland toch echt in Europa ligt en dat wij dus steeds meer met de buurlanden en de problematiek te maken krijgen en steeds meer dus via een Europees bestuur zaken moeten realiseren. En ik vind eerlijk gezegd dat de kennis van de betekenis van Europa voor het Nederlands openbaar bestuur toch wel erg beperkt is als ik zo even de hele overheid aan zich beschouw. En als je dat dan afzet tegen het belang van Europa, en dat belang neemt, als ik zo bekijk, neemt alleen maar toe, dan zie ik daar toch een grote discrepantie tussen. Merk je dat als jij draagvlak zoekt voor de dingen die jij doet? Nou ja, wij zijn wel permanent bezig om die draagvlak niet alleen te zoeken, maar dus ook te behouden, zeg maar, om het bij ons voor elkaar te krijgen. Als wij onze op die vier onderwerpen, daar zijn ongeveer 70 mensen mee bezig. Niet fulltime, hè, natuurlijk. Maar om dat dus voor elkaar te krijgen. Daar zijn een heleboel mensen, die moet je dus meekrijgen. Toch het proces, omdat we daar inhoud in moeten brengen. Maar ik moet zeggen, je kan mensen wel goed enthousiasmeren. Ja. En het is ook erg leuk hoor, om daar te werken. Hè. Dus dat... Volgens mij gaat het ook meer om het op het netvlies te krijgen van mensen. En volgens mij, als het er helemaal is... Ja, het is mooi om te zien hoe Denemarken dat doet met herindelingen. Het is hartstikke leuk om in Europa te kijken. Maar toen ik mijn collega's ging vertellen van... ik ga bij IPA werken. Zei je, wat is IPA? Is dat een pasta of zo? Men wist het niet. En die boodschap overbrengen en toch zeggen van, kijk, daar kun je ook als gemeente, heb je daar wat aan, kun je wat mee? Ja, dat is fantastisch. Ja, en ik ben nog wel eventjes ook over van, en regio's, hè, Europa wordt belangrijk. En ik ben nu toch even pro-regio's, maar regio's worden daarin ook steeds belangrijk. Hè? Dus die relatie tussen Europa en de regio's, die wordt steeds hechter, zeg maar. Mede omdat de nationale overheid, of eigenlijk de lidstaten, die zijn nu erg met elkaar in conclaaf, zal ik maar zeggen. Terwijl Europa en de regio's elkaar meer vinden op het ogenblik dan de lidstaten onderling. Ja. Hè? Dus, wat Astrid zegt, is een heel, heel belangrijke constatering, ook een heel belangrijke ontwikkeling. Maar dat heeft denk ik ook met name van doen met de uitvoering. Kijk, die regio's zijn natuurlijk vehikels die in die uitvoering heel goed passen, mee kunnen doen. Daar moet je natuurlijk de oplossingen zoeken wanneer er dingen zijn die niet goed lopen.
Nou, alsjeblieft, niet alles centraliseren. Hou het ook een beetje zeg maar, op de plek waar het allemaal gebeurt. Dus als we over uw uitvoering praten, ja, regio's, alsjeblieft, we moeten meer ervan hebben. En zorg dat die regio's met de regio's aan de andere kant van de grens met elkaar in gesprek gaan en die problemen aanpakken. Tegelijkertijd, dat die lidstaten, dus de nationale overheden, met elkaar conclaaf zijn, dat heeft goede redenen. De crisis waar we allemaal in zitten, moet ook bestuurd gaan worden. Maar opnieuw, laten we dat huis van Thorbecke, wat mij betreft, en Carle Pijs zei dat in een symposium recent, een plat dak heeft. Laten we nou zorgen dat die etage wordt opgebouwd en dat die etage nu ook helemaal functioneel wordt. Dus het aansluiten van de elektriciteit, het water, het gas enzovoort, en de lift. Zodat het gaat werken. En dan denk ik... Moet dat rigoureus? Want Kroatië heeft bijvoorbeeld, de departementen in Kroatië zijn afgestemd op de verschillende departementen bij de Europese Commissie. Bij ons is dat van ratje toe. Moeten wij zo fundamenteel gaan kijken? Als je praat over het huis van Thorbecke, denk ik aan een fundamentele shift die wij moeten gaan organiseren. Ik denk dat dat niet zo heel erg dramatisch is. Ik denk, we hebben al een paar keer gehoord hier, het zijn de mensen die het ertoe doen. Laten we nu met elkaar daaraan gaan werken. En ik denk dat het niet zozeer meer in structuren zit, maar in het gebruik ervan. In het gebruik van structuren, in de manier waarop we daarmee omgaan en de manier waarop we daarmee communiceren en elkaar informeren. Dus in dat vlak zitten volgens mij de winstpunten. Niet in het idee van dat we weer eens een andere structuur er tegenaan moeten gaan zetten. Dat doen we veel te vaak en ik vind dat dat zeg maar ook een slechte oplossing is. Maar we nu gebruik maken van wat we hebben. Dat kan heel ver gaan. Ik wil komen tot een afronding. En waar ik nog aan het kijken. Stel iemand kijkt en die denkt, wat zijn nou de komende thema's waarvan ik denk, Europa, daar moet ik iets mee. Waar denk je aan als gemeentesecretaris, provinciesecretaris, je kijkt? Als ik een rondje maak, bij jou afsluiten. Mag ik beginnen bij jou? Nou, ja, je hebt al vier thema's genoemd. Ja, ik heb vier thema's genoemd. Maar goed, we zijn ook in opmaat naar de volgende periode. 2020-2027. Want volgend jaar is de periode 2014-2020 afgerond, min of meer. Dus ja, die toekomstkant. Dan denk ik van ja, Europa. We worden de concurrerende positie, die wordt anders ingericht. We krimpen als Europa. Maar goed, dat biedt ook allemaal weer kansen. Dus ik denk dat je op die grotere thema's, ja, wat willen wij daar gaan doen, maar met die twee dingen wel in gedachten, zeg maar. Dus gaat het over visievorming, over wat is je plek in Europa? Ja, denk ik wel. Ja, wat is je plek in Europa en wat wil je dus voor de en wat wil je eigenlijk agenderen? Hè? Dus wat willen we eigenlijk de commissie gaan meegeven? Nou, daar gaan wij het volgend jaar over hebben. Van ja, horen welke dingen dat dan zijn. Maar die hebben we nog niet heel erg concreet, want nu zijn we nog bezig met het afronden van die vier onderwerpen. Maar wat zijn gedachten? Wat zijn... Nou ja, dat heeft natuurlijk wel hiermee te maken. Want wat is de, ja, komt toch wel even de competentie van regio's? Ja, dan zit het op die vier onderwerpen die ik net noemde. Maar dus dan heb je met demografische ontwikkelingen in Europa, maar ook gewoon, maar dat is mijn persoonlijke mening, we denken altijd in groei. En als we als Europa een krimpregio zijn, moeten we daar dus over gaan nadenken. Hoe houden wij stand als krimpregio in een concurrerende wereld? Misschien leuk, het is net een nieuwe jongere denktank gestart in Europa. Nelly Kroes gaf nog aan, dat is leuk, moet meer geluid komen van jongeren. Maar dat is een van de hoofdpunten. Moeten jongeren niet een geluid afgeven dat wij minder welvaart accepteren? Dat er een nieuwe generatie op komst is die meer vanuit een cosmopoliet oogpunt kijkt en juist dit soort dingen wil agenderen. Ja. Nou ja, hele mooie onderwerpen. Ik ben misschien een beetje een buitenbeentje omdat ik twee heel verschillende dingen heel interessant vind. De ene kant is natuurlijk het hele debat over hoe gaan we die crisis aanpakken en lukt ons om zo meteen de Europese Unie als een soort van sphinx uit de as weer te zien oprijzen. Bankenunie, euro-obligaties, al dan niet. Het is een heel conglomeraat van spannende vraagstukken. Maar het andere vraagstuk, wat denk ik voor velen nog belangrijker is, van hoe gaan we nou die aansluiting zoeken? En wat is de rol van het Nederlands parlement? En gaat het parlement meer als een lobbyclub fungeren in plaats van zeg maar een wetgevingsmachine? Nou, dat zijn vragen die qua gedrag, qua visie en qua verhouding heel belangrijk zijn. En ik zou dat heel graag, dat is mijn hoop, heel graag in de komende tijd bediscussieerd en ook veranderd zien. Want dan kunnen we ook die slag maken dat we beter zijn aangesloten. Hetzelfde geldt voor mij als gemeentesecretaris om te zeggen van, denk ik dat de gemeenten zich de komende tijd moeten gaan nadenken over wat is mijn plek als gemeentelijke overheid in het Europese gebeuren. Ook om die aansluiting niet te missen. En dan kun je dus ook kijken van wat kan ik voor anderen betekenen, wat kunnen anderen voor mij betekenen, wat even Jan ook al heeft gezegd. Ik vind dat nogmaals enorm belangrijk. Ja.
Als ik zou moeten zeggen waarom Europa voor overheidsambtenaren interessant zou kunnen zijn, dan denk ik, heb ik eigenlijk twee antwoorden op. Het eerste is een wat meer praktische, want de huidige burger die verwacht eigenlijk dat hij makkelijk over de grens kan reizen, studeren, werken, zorg kunnen krijgen. Daar is nog heel veel te realiseren. Dus eigenlijk de praktische leefruimte van Europa voor de gemiddelde burger, ik denk dat daar ambtenaren nog een hele bijdrage aan kunnen leveren. Het tweede, maar dat is een iets fundamentelere, ik denk dat de overheid zich ook moet realiseren van wat is Europa nou eigenlijk. Ik denk dat de mensen in Zweden de Europese Unie niet voor niks de Nobelprijs hebben gegeven voor de vrede, om te laten nadenken van jongens, let op wat je hebt, let op wat de bijdrage van Europa aan de rest van de wereld kan zijn. En dus een beetje toch weer nadenken. Beseffen wat we hebben. Besef wat je hebt en besef wat het ook, niet alleen voor de Europeanen, maar ook voor de rest van de wereld kan zijn. En ik denk, dat besef mag wel iets sterker zijn. Ja. We hebben ruim 60 jaar nu in vrede geleefd. Ja. Ja, dat is ook zoiets. Ik ken dat dus niet. We hadden het in het vorige gesprek er al over. Over wat is nou eigenlijk een grenscontrole? Ja. Ooit een eerste keer wintersport, dat je nog een autocontrole had. Maar daar blijft het bij. Dus dit zijn discussies. En dat vind ik wel interessant. Dat zie je ook in de 4, 5 mei discussies terugkomen. Ja, hoe draag je dit soort waarden, ideeën over wat we hebben? Ja. Ik hoop dat we dit mee kunnen nemen. Dank dat jullie hier zijn geweest. Graag gedaan. Dank Publiek voor het samen organiseren. Ik ga een paar dingetjes opnoemen en ik hoop dat we Europa ook in de volgende thema's mee gaan nemen. 28 november over beter werkend openbaar bestuur. Hoe verhogen we arbeidsproductiviteit? Hoe zorgen we connectiviteit tussen ambtenaren? Gaan we naar AIPA kijken. Hè? Wat kunnen we daarvan leren? Wat zouden we daar misschien in het buitenland van kunnen leren? 3 december, slim samenwerken. Hoe komen we misschien uiteindelijk tot allemaal 100.000 plus organisaties? 13 december, onder andere over de metropoolregio Den Haag-Rotterdam. Hoe zitten overheidsfinanciën eigenlijk in elkaar? Hoe organiseren regio's en posities zich? Misschien zou ik eigenlijk gewoon terug moeten komen, maar dat is de volgende vraag. En daarnaast natuurlijk ook gewoon reuring. 20 november, digitale vrijheid, blijheid over hoe zit onze digitale veiligheid in elkaar. Doen we daar nog dingen mee? En tot slot, als je nog wil komen, 26 november, het handwerk van de gemeentesecretaris over een policy window. Wanneer stap je in beleid en wanneer laat je de maatschappij zijn ding doen en wat is je rol als overheid? Dat om af te sluiten, volgens mij is dat een hele reeks evenementen die niemand heeft onthouden. Daarom kijk vooral terug op obla.nl. Daar kun je ook de fragmenten terugzien. We proberen deze uitzending een klein beetje in stukjes te knippen en dan kan je het bekijken.